een hele goede morgen, mijn diertjes. Ja, het is 10 uur, geloof ik. Nou, die klokken lopen allemaal achter. Dus, hoe laat leven we? 7:10. Ja, een goede morgen. Allemaal op deze woensdagmorgen. Dit weer hadden we gisteren moeten hebben. Het zonnetje schijnt. Ja, het is prachtig mooi weer. Het is wel koud. Maar dit weer hadden we gisteren moeten hebben. Maar in ieder geval. Ik heb de vlog gisteren helaas niet online kunnen zetten. Maar ik heb een heel mooi plekje even op tafel voor gemaakt. Samen met mijn mannetje er natuurlijk bij. Hè? Foto van hun samen. Maar het gaat nou momenteel even ter ere ook voor mijn schoonmama, schoonmoedertje, zusje, vriendin. In één, kost haar alles zien. Ja, achter die gekke uren, die dingen zijn afschuwelijk. Echt. Die van mijn man, daar zat tenminste een model in. Dit is net zo'n vuilnisbakje wat je in de wc hebt. Strooikoker, die staat er uiteraard nog. Ja, maar ja, dat plankje daar moet breder, hè, waar mijn mannetje op staat. Ja, die moet breder worden, moet dus wat verhalen. En dan halen we deze weg. En dus, en dan komt er een nieuwe. En dan moet een randje ervoor, een opstaand randje. Dat is een opstaand randje. Ik hoop dat jullie dat eens zien. En waar ben ik? Ik weet niet eens waar ik ben. Ja, op het andere randje. Ja, van 1,5 centimeter breed. Hoe hoog die is, weet ik niet eens. Daar heb ik nog niet op gemeten. Maar daar moet ze bij op komen te staan. En ja, eigenlijk moet ik nog een beginvlog maken. En een eindvlog. Dus dat moet ik ook vandaag nog doen als de hoofdpijn wat gezakt is. Ja, dan zal ik een beginvlogje maken en een eindvlogje. Ik krijg straks eerst om rond 1:50 nog bezoek van de mannelijke begeleider weer. Dus ik ga nou eens een bakje koffie maken. En een broodje. En deze vlog komt niet meer bij die vergisten. Nee. Dan moet ik even 2 andere nog van maken. Dit wordt weer een nieuwe. Dus toedeledokies. Geniet van je dag. Ja, ja. Kom eens. Eten. Kom eens eten. Schatje gaat ook zo eten. Moet je even eten? Happy doen. Ga maar happy doen. Ja, lieve vrienden, ik ga mijn eten klaarmaken. Het is 7:00. Ik heb een Gelderse schijf en ik heb nog wat tuinboontjes over en nog wat aardappelpuree. Dus dat hoeft in de magnetron en dat ga ik lekker bakken, zo'n apparaatje. Hekker 2, hekker vanmorgenavond ook nog 1. Ja, en... ja, het is weer een hele lange dag geweest. En dan moet je ook geloven dat die computer weer tegenwerkt. En programma's die tegenwerken. Maar het is wel zo dat er nou een vlog in de... jeetje, in de videopad staat. Dus ja, dat is in zoveel procent weet ik van wat. Ergens in de 20 geloof ik nou. Ik zal even kijken. Ik ben wel even nieuwsgierig. Dan zullen we eens eventjes kijken. Nou, wat zeg ik? 25,5%. Dus ja. Dat duurt nog wel een hele tijd voordat ik die naar YouTube kan brengen. En hem daar al kan plannen. Ja. Dus, en ik kan ook niet verder veel doen. Want mijn programma waar ik de plaatjes in wil, Coral Painter Pro, die crasht iedere keer.
Dus ja, dat schiet niet op. Beide programma's die vragen dan te veel. En dat kan mijn computer momenteel niet trekken en zo. Ik weet het niet wat er aan de hand is. Maar eigenlijk 3 keer is het misgegaan. En ook met de videopad. En ik denk, ja, nou laat het maar. Maar nu is het tijd om lekker een hapje eten te maken. En mijn hondje die staakt. Ja, mijn hondje die staakt. Hij houdt over. Nou ja, wie weet vanavond en anders eet hij morgen op de dag wel op. Simpel zat. Dus lieve vrienden, ik wens jullie een genoeglijke avond. En ik hoop dat jullie die beter door zullen komen dan ik hem doe. Hé, hey, rooie. Oh, maar dat mag niet, hè. Oh jee. Dat gaat meneer wel eten. Die meneer komt eraan en dan gaat hij gauw eten, want die meneer die lust het ook. Ja. Dus, maar in ieder geval. Ze zeggen, tot later. Goedemorgen, mijn mannetje. Hé, rode rakkertje. Goedemorgen. Daar ook goedemorgen. Ja, we zijn al bezig geweest. Het gaat me... Alarm alweer. En ik ben er al uit. Zo. Ik ben al buiten geweest en al. Het is koud. Ja. Daar is mijn prinsesje. Ja. Ja, een hele goede morgen. Ik ben niet opgemaakt. Daar heb ik geen zin in. En ik heb weerpijn in mijn hoofd. Dat zal ook voorlopig even zo blijven, denk ik. Alle spanningen en stress, dat moet mijn lichaam uit, ja. Maar in ieder geval, ik ga vandaag weer een vlog in elkaar zetten, maar van foto's. Ook van de asuitstrooiing van mijn schoonmoeder. Dus allemaal ter ere aan mijn schoonmoeder. Ik draag ze gewoon ook op aan mijn schoonmoeder, die vlogs. En... er zit één filmpje tussen, want die kreeg ik gisteravond pas. En toen was ik al bezig de vlog met alle films in elkaar te zetten. Ja, dan ga je niet stoppen, het duurt al zo lang. Dus ik heb het filmpje, de kroon, waar het bij past tussen de foto's in. Ja, dat... We zullen het merken en jullie zullen het beleven en ja, ik maak ook even een beginvlog en een eindvlog. Dit is gewoon voor een andere vlog, ja. Maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Dus ik zou zeggen, probeer er, van genieten doe je niet. Maar geniet in ieder geval van het mooie weer, ja. Het is prachtig mooi weer. Ik wil niet zeggen dat de hemel nou echt blauw... Ja, achter wel. Daar is de hemel echt blauw. Maar daar niet. Daar is het skier. Ja, daar is het skier. Daar is het skier. Hier is het echt heel mooi blauw. Zie je, strak blauw. Ja, strak blauw. Echt heel mooi. Ja, met dit weer hadden we dus dinsdag moeten hebben, de 20e. Dan had je ook tekst kunnen zien leggen. Maar ja, dat gaat niet. Maar ja, doet er niet toe. Dat heeft zo moeten zijn. Ik weet het niet. Ja, dus. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later op deze dag. Doei, doei. Dag, mijn lieve hondje. Vrouwtje houdt van jou. Weet je dat? Ja. Vrouwtje houdt heel veel van jou. Ja. Hé? Ja. Vrouwtje gaat zo boodschapjes doen. Moet jij weer oppassen. Krijg de kap weer op. Hé? Ja, lieve vrienden. Ik moet er helaas weer vandoor. Maar ik neem jullie dit keer niet mee. Nee. Ik ga even boodschappen doen. En ik moet nog even wat doen. En ja.
Ik moet eventjes ook mijn hoofd even leeg proberen te krijgen, want ik zit echt gigantisch vol. Maar in ieder geval, ik wens jullie verder een hele fijne, mooie, zonnige middag nog. Want het is zo mooi weer. Het zal denk ik wel koud wezen. Maar ik zie jullie straks, als ik weer thuis ben, zie ik jullie wel weer. Nee, ik ben niet opgemaakt, maar dat moet dat? Nee, dat is niet nodig. Zo ben ik natuurlijk. Dus ja, ik zie er niet uit. Ook omdat ik heel erg verdrietig nog ben om alles. En ook aanstaande zondag 25 februari, dan is het dus weer een jaar geleden dat mijn mannetje is overleden. Ja, dus het is allemaal zo dubbel en zo moeilijk om alles te bevatten. Het is niet te geloven. Ik heb nu nog steeds het gevoel dat hij elk moment binnen kan komen. Omdat hij zo plotseling is heen gegaan. Niet een ziektebed van voren, nee. Zo staat hij nog te roken en zo is hij dan met de hond aan het spelen. En zo, een paar uurtjes later komt hij te overlijden in het ziekenhuis. Ja, hallo? Dat weet je toch niet? Aan een griepje ga je niet dood, denk je dan. Maar ja, hij markeerde zoveel wat we niet wisten. Dus. Maar dat komt wel goed. Er wordt aan gewerkt. Dus, zodat we alles in het Nederlands weten. En in plaats van die medische termen in het Latijns, wordt het allemaal omgetoverd naar het boeren-Nederlands. Zodat Jan en allemaal het kan begrijpen waar die aan is overleden. Ja. Dus lieve vrienden, dat komt wel goed, dat gedeelte. Moet daar ook goed komen bij mij. Maar ook dat komt wel goed, daar twijfel ik niet aan. Maar in ieder geval, nu zeg ik, ik ga lekker boodschapjes doen. En als ik terugkom, heb ik ook wat voor mijn hondje, wat voor mijn poesjes bij me. Ja. En ik zal mezelf ook eens verbinden. Want ik heb het maar weer knap goed gedaan, vind ik zelf. Doeg, doeg. Ja, lieve vrienden, ik was alweer. Ja, ik heb het even uitgestald hier ook. Wat ik allemaal heb gekocht. Nou, wie kent dat niet? He, om je gezicht te reinigen, je make-up van je gezicht af. Nou, daar heb ik 4 pakjes van, zoals jullie zien. Ik heb 3 poezenbeestjes. Dus ja, ook wat voor. Ik heb voor meneertje Woefwaf heb ik wat anders. Lekkers. Ik heb sowieso een speelbal voor hem. Daar komt dit dus in. Dus dan heeft hij ook wat lekkers. Plus, die apparaten heb ik ook voor hem. Nou, we gaan dus morgen. Oh ja, wacht even. Dit is iets nieuws. Om mijn plaat mee schoon te maken. Ja. Wie weet wat dat helpt. Ik heb mezelf ook even verwend. Een blouseje gekocht. Bij, gewoon bij Big Bazaar. Bij de 4,99 maar. Dus dat is lachen. Wie miauwt daar zo? Oh ja, jij weer, hè? Je wilde weer uit. Je hebt maar even geduld. Ja, vind je het goed? Gewoon goed vinden. Nou, we eten dus morgen Chinese stampot. Nou, Chinese koolleden voor nodig. En dit had ik toevallig al. Nasi kruiden. Dus dat lag ook al klaar. Knoflook heb ik gekocht. Dat er even af. En nou, even omdraaien. Uien, oftewel ik zeg dat chipos. Heb ik gekocht. Ribcarbonade. Heb ik gekocht. En even draaien. Ho. Gehakt schnitzel. Nou, dan heb ik doppetjes met worteltjes. Ik heb mais. Ik heb nog gewoon doppetjes. En ik heb spersieboontjes. Afwasmiddel voor, nou ja, altijd moet je wel iets even afwassen met de hand. Nou, en haarlak. Dus. En natuurlijk, ja, een bounty, hè. Dat kan bij mij niet ontbreken. Als ik boodschappen doe, komt er een bounty erbij. Ja, lekker, lekker, lekker. Nou, dat is het zo'n beetje, ja. Hier staat nog een zak katten eten. Krokantjes. En daar staan 2 zakken met kattengrit.
Dat is die. Dat is de goedkoopste die er is. En ook best te doen hoor. Ja, echt wel. En die wil dus naar buiten. Het zal niet zo wezen. Nou, dan moeten we dat maar even doen, hè. Ja, ik kwam er al aan. Nou, doei doei. Ja. Het is koud, mensen. En dus ja. Kijk, dat plantje. Die kreeg ik gisteren. Ook van een hele goede vriendin, wat ook meer een zusje van mij is dan een vriendin. Eigenlijk zijn we de drie musketiers. Degene die hier twee keer in de week komt. En zij dan. Zij heeft dinsdag foto's lopen te maken. Ik heb haar ook genoemd in mijn vlog. Het is Chrissy Breurmijn. En ja, daar kreeg ik de plan van. Dat, ja, het gaat nou iedere keer weer koud worden en het gaat vriezen, dus dan gaat hij mooi binnen staan. Ja, kan je niks aan doen. En daar ligt mijn hondje, die ga ik nou zo meteen even verwennen. Ga je mee? Gaan we het saampies doen, hè? Zo. En dan moet je zo meteen die boodschappen weer opruimen en dat is altijd... Ugh. Geen, ja, moet je weer van alles en nog wat, moet je er dan weer opstaan voor sommige dingen. Hoe zit dit? Oh, plakbandje, ja. Hup. Zo. Dat is zeker een grote bal, jeetje. Nou, eens even kijken hoe we dat draaien moeten. Ah, zo, kijk. Zo, zit er een flink gat in en zo maak je hem dus dicht. Ah, gaat goed, zo. Nou, dan neem ik die zak. Is er voor jou? Is er voor jou? Kom kijken. Is er voor jou? Ja. Ik heb even wat voor de poezenbeestjes gekocht. Ja, kijk eens. Kom eens kijken, wat is dat dan? Wat is dat? Wat is dat dan? Hé. Hey. Wat is dat dan? Ja, hier. Wat is dat dan? Oeh, ja. Ja, daar is het voor. Ja, daar is het voor, man. Ja. En hier? En nog een muisje. Dat is leuk. Dat is leuk. Ja. Goed zo, man. Ja, en ik heb ook wat voor mijn hondje gekocht. En voor mezelf wat gekocht. En natuurlijk eten. Ook voor morgen, omdat mijn zusje weer komt te eten. Dat we gaan morgen... Chinese stampot eten. Ja, dat ik zal de tas even leeg halen. En ik ga straks ook beginnen er al mee. Zodat ik de beginselen al voorbereid heb. Natuurlijk laat ik jullie er meekijken hier en daar. Dus ik zou zeggen tot straks. Ik ga eerst koffie maken, koffie drinken en daarvan genieten. En dan zien we wel weer verder. Doei doei, tot straks. Is dat voor jou, man? Ja, vrouw, je moet even voorzichtig wezen. Oeh. Oeh. Lust jij dat wel? Kom er gelijk nog een paar erop af. Ah, die ruiken het. Ja, jullie lusten het ook wel. Hup.
kussen willen, lieverd. Ja. Hola. Oh. En nou gaat vrouwtje hem half dicht doen. En dan is het aan jou de kunst om het eruit te krijgen. Ga eens even wel. Ga pakken. Ga pakken dan. Laat pakken. Hola dan. Doen? Ja, hoe moet dat nou, hè? Waarom komen ze er zo niet uit? Ja, je moet wel rollen. Ja, anders krijg je niks. Hé, rollen met de neus. Doe maar. Ga maar rollen. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe dan. Ja, doe maar. Prinsesje mag er niet bij komen. Ja, nou, hoe doen we dat? Of dat de prijs er nog op zit? Nee, ik weet niet. Nee, hij zat in de doos. Kan daar geen prijs zitten. Ja, oh, dat is zoiets. Ja, dat kluifje die je zit. Hé, wat is dat dan? Ja, doe maar, doe maar, doe maar. Je kan er niet in bijten. Geweldig. Nou, man. Hoe heet het weer heen? Pakken. Pakken dan. Wat worden we verwend. Lekker, man. Moet je even wat moeite doen om het te krijgen. Nou hebben jullie alle drie een cadeautje voor vrouwtjes, hè? Ja. Tenminste, alle drie, alle vier. Want dat is voor het boezembeestjes. En dat zijn er de drie. En jij hebt de bal. Goed, hè, man. Ja, lieve vrienden. Die is ook blij. Ja, dan ben ik ook blij. Als mijn diertjes me blij zijn. Toch? Maar ja, ik ga er van tussen. Ik heb dat allemaal op te ruimen. Koffie op drinken. Een bounty op eten. Dus ik heb nog even genoeg te doen. Tot straks. Hi man. Hi man. Hi. Leg je er lekker. Was je uitgespeeld? Nou dan. Tijd om te geslapen voor jou? Knipoog. Zo, lieve vrienden. De Chinese kool heb ik al gesneden voor morgenavond. Dat ga ik zo meteen even wassen. En dan in de vergiet. Om het uit te laten lekken. Die gaat de koelkast in, die halve. En dan moet ik een uitje doen. En ik moet een teentje knoflook doen, dus ja, dat ga ik nou doen. Dus jullie zin aan het verzellen. Ja, lieve vrienden, jammer dat we geen geurcamera hebben. Want enkel al spekjes met curry, een schiepeltje en een knoflookteentje ruikt al overheerlijk. En er zit er eigenlijk nog niks in verder. En het ruikt heerlijk. Ja, nou, ik hoop dat het morgen ook lekker zal wezen. Maar dat zien we morgen wel. We gaan vandaag nog even verder ermee. En ik moet zelf nog eten. Mijn hondje moet nog eten. Dus komt goed. Ja, lieve vrienden. Kijk eens. Ook de kool zit er nou doorheen.
En het ziet er zo lekker uit en het ruikt zo lekker. En dan moet ik enkel dit nog doen en dan hebben ze het wel over wellen, maar je hoeft het niet te wellen, nee. Het is gewoon 150 ml water erin en dan dat zakje en dan roeren maar. Dus ja, ik ben benieuwd straks, hè. Dus we zullen het beleven.